Hallo allemaal, vandaag wordt de les aan. Ik ben Michel de Graaf, ik ben bouwkundig tekenaar bij Selectus. En daarnaast hou ik me bezig met energiezuinig bouwen. In een aantal filmpjes de komende tijd wil ik jullie wat meer vertellen over energiezuinig bouwen bij Selectus. Ik moet de filmpjes kort houden, ik probeer het om te doen. Ik barst van informatie wat ik graag met jullie wil delen. Maar ik denk dat ik het goed heb gedaan om de filmpjes kort te houden. Normaal gesproken zien we elkaar tijdens de open dagen die we 2 keer per jaar organiseren. En de kijkjes in de keuken die we hebben. Maar ja, dat gaat even helaas niet. Dus ik wil toch graag contact met jullie houden, dus vandaar dat we deze filmpjes doen. Ik wil graag beginnen bij de basis, hoe wij met Selectus omgaan met energiezuinig bouwen. En de basis begint bij ons vanuit het bouwbesluit. Het bouwbesluit schrijft ons voor hoe we onze woningen moeten gebouwen op verschillende vlakken. Zoals gezondheid, veiligheid, maar dus ook energiezuinig bouwen. Als je geen specifieke wens hebt aangegeven bij Selectus, dan zit dit dus in onze basis. Alle woningen zijn gasloos tegenwoordig, draait allemaal op elektriciteit. We beginnen met de warmtepomp, luchtwarmtepomp, vloerverwarming op de begane grond, vloerverwarming in de badkamer op de verdieping, elektrische radiatoren op de slaapkamers, een gebalanceerd ventilatiesysteem met een warmte-terugwinning en 6 PV-panelen. Daarbij zit er nog eigenlijk een bonus bij, is dat we erg zorgvuldig bouwen met onze materialen, vooral met isolatie, en dat we echt een goede luchtdichtheid hebben. Dit is in mijn ogen de beste en de meest volledige manier om tot de huidige regelgeving te komen. Mocht je na het zien van dit filmpje nog vragen hebben, laat een berichtje achter en dan zal ik daarop reageren. Wil je wat meer informatie over energiezuinig bouwen bij Selectus en alle informatie wat in mijn hoofd zit? Dan kun je via onze website, onze Select Special, kun je aanvragen en de link vind je in de beschrijving van dit filmpje. Ik hoop jullie een volgende keer weer te zien.